Het was een belangrijke week. Veel spelers kregen ook te horen dat er voor hen volgend seizoen geen plek is bij Almere City FC. Ja, dat leidt natuurlijk tot frustratie. Dat kan je eigenlijk niet gebruiken in zo'n cruciale fase, lijkt mij. Ja, voor jouw informatie, die gesprekken zijn op dinsdag 20 maart geweest met alle spelers. Dat is bewust zo gedaan om dus ruim voor de wedstrijd van Emmen de spelers daar bekend mee te maken. Nou ja, we hebben dat voor de pers even onder de pet gehouden en dat is dan deze week naar buiten gekomen. En op dat moment is de onrust daar. Waarom doen we dat zo? Om de eerste emotie bij de speler in ieder geval weg te halen en in alle rust een eventuele teleurstelling te kunnen verwerken. Wat opvalt is dat er heel veel verdedigers kunnen gaan uitzien naar een nieuwe werkgever. Dat is niet voor niks, denk ik. Nou goed, je kijkt altijd naar je selectie, je kijkt altijd naar de contracten die aflopen en je kijkt altijd naar de prestaties natuurlijk van die selectie. En op het moment dat je vindt dat je te veel tegendoelpunten krijgt, ja, dan zal de verdedigend iets niet goed gaan en moet je daar naar kijken. Op het moment dat er in die laatste linie dan veel contracten aflopen, Mike Rim loopt door, Joshua Smits loopt door, Mirani loopt door en Blackson loopt door. Dat zijn de vier verdedigers waarvan het contract doorloopt. Nou, ga je daar in ieder geval alles in eigen hand houden en ga je in ieder geval die spelers de mededeling geven dat, waarvan je niet tevreden bent op dat moment, dat ze een brief kunnen ontvangen. En voor de een is het geweest dat het definitief is en voor de ander staat de deur nog op een kier in die zin dat wij gezegd hebben. En daarmee doel ik op Giel Kramer, Timo Platel en op Kelvin McIntosh, dat wij op een later moment beslissen, maar dat ze wel die brief krijgen. Nou, het woord brief, dat doet heel veel bij spelers, want ik hoorde gisteren bij jullie dat dan door Kelvin bijvoorbeeld dat niet goed begrepen is. Dat is geen definitieve nee, daar twijfelen we wel over, dat is duidelijk, want anders dan doe je een nieuwe aanbieding. Ja, want anders had je misschien wel dezelfde constructie gehanteerd als bij Vet en misschien bij Valpoort, maar zij hebben wel die brief gehad. Ja, en bij Vet en Valpoort hebben wij dus voor gekozen om de speler dus zelf ook het heft in handen te laten nemen. Te kijken hoe ze reageren. Maar dat is dus een groot verschil met McIntosh en Kramer. Ja, dat is. Dan hebben jullie de regie in handen. Ja, nou ja, inderdaad. En dan kom je dus. Dan kom je dus op het verhaal terecht van dat je daar in ieder geval alles in eigen hand wil houden op dit moment. En wij kunnen dus die spelers altijd nog een aanbieding doen. Alleen lopen wij het risico door dat contract op te zeggen dat zo'n speler elders gaat kijken. Nou, in die gevallen nemen we dat dan voor lief en in andere gevallen niet. Hè. Dus contract van Overtoom, die optie die hebben we gelicht. Nou, ja, waarom? Een van onze beste spelers die een ongelukkig seizoen heeft gehad door zijn armblessure, ja, die willen we graag bij ons houden. Salasiwa die krijgt ook een aanbieding van ons. Die is vanuit vorig seizoen wat ongelukkig bij ons moeten blijven, hè, doordat hij eigenlijk zelf zijn contract was vergeten op te zeggen. Die heeft dit seizoen tegen dezelfde voorwaarden gespeeld als het jaar daarvoor. Nou ja, dat heeft hij prima gedaan en ja, die willen we dan weer belonen en dus een verbeterde aanbieding doen. Nou ja, zo kijken dat altijd individueel. Snap je de frustratie bij sommige spelers? Ik sprak gisteren Kees van Buren, die zegt ik heb eigenlijk altijd alles gespeeld. Ik ben als ik fit was, ik heb eigenlijk altijd positieve verhalen gehoord van zowel de technische staf als van de clubleiding. En dan ineens krijg ik te horen dat er geen toekomst voor mij meer is binnen de club. Dat viel hem rauw op zijn dak. Ja, nou ja, dat snap ik. En we hebben dat 2 jaar geleden met Jason Oost ook gehad eigenlijk. Hè. En bij Kees is het verhaal zo, daar wil ik ook wel wat verder op ingaan. Je kijkt naar het totaalplaatje van de speler. Je kijkt naar de visie van de club. En bij Kees is het zo dat hij is 32, wat ouder. Hij noemde gisteren in het interview bij jullie dat wij gezegd hebben dat het een dure jongen is. Nou, ik heb inderdaad gezegd dat hij aan de bovenkant zit van de salarissen binnen de groep. Dat is niet doorslaggevend, hè, want je kijkt altijd naar hoe zie je de toekomst. Als je bij Kees kijkt naar het totaalplaatje met belastbaarheid, fitheid, et cetera, leeftijd. Het andere wat ik net erbij noemde. Ja, dan zijn wij tot de conclusie gekomen dat we zijn contract op gaan zeggen. Nou, en natuurlijk doet dat zeer. Wij hebben onderweg, zijn wij vooral als technische staf inderdaad tevreden over Kees geweest.
Het is wel zo dat we Kees natuurlijk altijd vaak hebben moeten wisselen omdat hij op het toppen van zijn tenen heeft gelopen in deze competitie. En met name in dat kader ga je dus ook kijken als je als club een stap verder wil gaan. Kan Kees daar dan in mee? Als je dan dit seizoen terugkijkt waarin wij denken dat hij al op de toppen van zijn tenen heeft gelopen, kan hij dan mee in die volgende stap? Dat denken wij op dit moment niet. En dat is heel zuur voor hem natuurlijk, maar zo kijken we er wel naar. Dat heeft eigenlijk niks te maken met dat je dan op dit moment tevreden bent over hem. Want hij is heel belangrijk in ons team. Hij is de tweede aanvoerder. Hij heeft een hele belangrijke rol in de coaching. Ook wel misschien in de begeleiding naar jongere spelers toe. En zijn wij daar inderdaad tevreden over. Maar ja, hij noemde zelf van, ik wil nog lekker 2 jaar voetballen. Ja, wij vinden lekker voetballen. Ja, we moeten met de club verder. We willen die stap maken. Technisch directeur aangetrokken, bepaalde ambitie. Nou, dan moet je daar ook spelers bij gaan halen die in het hedendaagse voetbal 100% fit blijven. Dat is niet altijd de garantie, hè, dat als je 18 bent dat je fit blijft, of als je 22 bent. Kunnen spelers van 34 kunnen ook een heel seizoen topfit zijn. Maar ja, voor Kees hebben we dat op dit moment besloten niet.